Ja, ik heb niet zoveel met science fiction. Maar je moet ook af en toe buiten je comfortzone bewegen, denk ik dan. En ik vind dat je ook genres moet beheersen waar je misschien niet zo goed mee thuis voelt of waar je niet zoveel mee hebt. Daar word je altijd beter van. Vandaag dus een stukje sci-fi. Het verhaal speelt zich af in het jaar 2030. Ik breng hier een artikel in een toonaangevende krant van dat moment. De krant, dat is de Telegrafista. Deze krant die is ontstaan een jaar nadat het dagblad De Telegraaf na een enorme rel in 2024 ophield te bestaan. De Telegrafista is een jaar later opgezet door een viertal vrouwelijke journalisten die al voor het schandaal rond die krant de burelen van De Telegraaf hadden verlaten. Bij de oprichting van de nieuwe krant lieten de oprichters geen spaan heel van hun voormalige werkgever. De start van een nieuwe krant, die alleen op het internet van het bedrijf Facebook Google verschijnt, ging gepaard met een reclamecampagne waarin een openlijk afstand van De Telegraaf werd genomen met de slogan "Niet alleen fout in de oorlog". De Telegrafista ontpopte zich vervolgens tot een betrouwbaar nieuwsmedium dat je alleen maar kunt plaatsen in het politieke midden. In het eerste weekend van het jaar 2030 besteden ze een hele pagina aan de vroegere zendamateurs. Een hobby die na een lange strijd op 1 augustus 2030 definitief werd verboden. Het artikel gaat eerst in op het ontstaan van het zendamateurisme, de jaren net na 1900, dat er niets geregeld was nog. Een periode van begin jaren 20 waarin het zenden in Nederland illegaal werd bedreven en de komst van de internationale erkenning in de eerste 5 legale amateurbanden rond 1928. En verder gaat het over de gloriedagen van de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Hoewel het artikel een enkele keer wel de 27MC-hobby van die tijd met het zenden van deze zendamateurs verward, is het toch een gedegen en feitelijk verhaal. Kern van het artikel gaat over de aanloop naar het definitieve verbod in 2030, dat zich al inzette voor het jaar 2020. Veel eerder dan de amateurs op basis van internationale ontwikkelingen hadden verwacht, werden er in Europa een drietal frequentiebanden van de amateurs ingetrokken en exclusief aan bedrijven in de luchtvaart en vooral in de mobiele telecomsfeer toegekend. Dat was rond 2022. De ontwikkelingen volgden elkaar daarna snel op. De zendamateurs hadden bijvoorbeeld lang gedacht dat de populaire banden op de korte golf, banden waarmee hun legale status in de jaren 20 van de vorige eeuw begon, buitenschot zouden blijven. In het begin van de jaren 20 van deze eeuw echter waren er diverse bedrijven, onder andere in de financiële wereld, die veel voordelen zagen in verbinding op de korte golf. Binnen enkele jaren tijd zaten die frequenties op de korte golf dan ook vol met brede datapakketten die rekening houden met elkaar en met de voortplanting van de etergolven de optimale frequentiebanden voor hun toepassing zochten. Rond 2023 waren de korte golfbanden bij de amateurs daardoor alleen nog met maar zeer kortstondig bruikbaar. Met automatisch werkende systemen die gebruik maakten van de pauzes die in de digitale signalen soms ontstaan als bijvoorbeeld geen aanbod hebben en niettemin naar een gunstige frequentie overschakelen, waarna hun vrijgekomen frequentie weer door een andere dienst wordt ingenomen. Daartussen is het een hele korte pauze waarin die amateurs dan toch nog data kunnen versturen. In 2024 kreeg Nederland vervolgens een regering die door velen als populistisch wordt beschouwd. Die regering had oor voor de klachten van burgers die er al langer waren. De zenders moesten zoveel mogelijk uit de woonomgeving worden verbannen. Behalve natuurlijk de steeds meer opkomende smart gadgets, de opvolger van de vroegere smartphone, apparaten met kunstmatige intelligentie. Maar doordat de meeste woningen inmiddels van een cel met een eigen antenne voor mobiele data op de banden als 77 gigahertz zijn voorzien, is de stralingsbelasting voor dat soort toepassingen zeer gering. Die kunnen dus blijven. Nog in datzelfde jaar werd verder in Nederland het maximale zendvermogen van de nog resterende legale zendamateurs verlaagd naar maximaal 20 milliwatt. 2025 kenmerkte zich vervolgens doordat de woningbouwcorporaties de rijen sloten tegen de zendamateurs. Voorop liepen hier enkele corporaties in Rotterdam, Amsterdam en in het oosten van het land. Zij vergeleken in hun offensief tegen deze hobby het zenden met de schietsport. Iedereen begrijpt dat je zelfs met een wapenvergunning in een woning in een dichtbevolkte woonwijk je hobby van het wedstrijdschieten niet gewoon kunt bedrijven in je woning thuis. In het jaar daarop werd het aanwezig hebben van zenders zelfs als legale zendamateur door corporaties en particuliere verhuurders in de meeste huurwoningen verboden. De zendamateurverenigingen richten vervolgens overal in het land clubhuizen op, eerst buiten de woonwijken, vaak op industrieterreinen, en later alleen nog op afgelegen onbewoonde plekken en soms met toestemming op militaire oefenterreinen, waar de amateurs hun hobby dan konden bedrijven. In 2026 kwam Agentschap Telecom naar buiten met verontrustende cijfers.
Punt 1, zouden veel radioamateurs nog steeds vanuit hun woonomgeving actief zijn, vaak met gecamoufleerde antennes. En daarbij lapten veel amateurs nog steeds de 20 milliwatt regel aan hun laars. Na een paar waarschuwingen en veroordelen besloot agentschap Telecom om in te grijpen. Vanaf 2027 was het zenden alleen nog permanent toegestaan vanuit het voormalig gebouw van Radio Kootwijk op de Veluwe. Voor evenementen, zolang deze niet in de bewoonde wereld plaatsvonden, werd af en toe nog wel een ontheffingsvergunning uitgegeven. En ook het Zendamateurmuseum, inmiddels op een afgelegen plek in de Peel gevestigd, mag zich nog geregeld verheugen dat zij gedurende een weekend één of twee van de voormalige frequentiebanden van de amateurs mogen gebruiken en daar uitzendingen mogen doen. Met soms een zendvermogen van tot 100 milliwatt. Toch deden de zendamateurs het de laatste jaren in de publiciteit vaak niet goed. Geregeld kwamen er bijvoorbeeld nog mensen in het nieuws die toch last zeiden te hebben van de uitzendingen vanuit de locatie van Radio Kootwijk en bij de evenementen van het museum. De huidige Nederlandse regering onder leiding van de van oorsprong Poolse premier Gabrowski, die begin van dit jaar aantrad, heeft besloten niet doof te blijven voor de klachten van deze mensen. De premier zegt, we kunnen weliswaar niet aantonen dat de lage zendvermogens waar het hier om gaat echt schadelijk zijn. We menen toch te moeten kiezen voor het welzijn van onze inwoners boven de belangen van een klein groepje hobbyisten, hoe mooi en lang de traditie van deze mensen ook mag zijn. Op het Binnenhof was deze dagen een bijzonder plaatje te zien dat nog niet zo vaak te zien was. Een groep 80-jarige voormalige zendamateurs die met spandoeken tegen de nieuwe maatregelen waar ze de dupe van zijn demonstreren.